Longarts Pauline Dekker, prominent tegenstander van roken, kreeg een harde klap te verwerken. Ze is uit de Alliantie Rookvrij Nederland gezet, een organisatie die met veel partijen toewerkt naar een samenleving zonder tabak. Maar de manier waarop Pauline strijd voert valt verkeerd. Ze zou het allemaal veel te snel willen. Stel, hè? je hebt een um, uh, um, limonade, waarvan duidelijk wordt dat als je dat drinkt, dat je dan uh, leukemie krijgt. Ik noem maar wat. Stel dat dat 100% bewezen is. En het spul wordt nog elke dag verkocht in de Albert Heijn bij de tankstations. Dan word je toch ook razend. Haal dat weg. En dan ga je niet even eindeloos over vergaderen of dat wel moet. Toch blijft ze strijdbaar. Ook door de steun die ze vandaag onder meer via appjes, telefoontjes en kaartjes krijgt. Ja, hartverwarmend. Echt hartverwarmend. Pauline zal nooit stoppen met haar strijd tegen het roken. Ook niet met het bezoeken van scholen in de Eimond, zoals de Pantarij in Beverwijk... om kinderen de gevaren van roken duidelijk te maken. Ook ouders hebben het nieuws over Pauline meegekregen. Ik denk dat ze heel goed bezig is. En uh, ik denk dat hoe langer je wacht, hoe Dan los je helemaal niks op. Ja, ik vind dat, uh, dat ze alles op alles moet zetten. Ja, deze generatie moet rookvrij zijn. Hè? Moet je even in de camera kijken, schat. Ik was laatst, uh, was er een patiënt van mij overleden... Uh, COPD op de afdeling. Ik moest zelf even weg uh, naar de. Ik had al afscheid genomen van de familie. Ik moest zelf even weg naar de eerste hulp. Ik loop nadien het ziekenhuis uit. Het was al laat. Staat die hele familie daar in het rookhok met een 12-jarig kind die ook heisjes kreeg. Troost, het was zo zielig voor hem. Ik denk, ja, verdomme. Uh, de, de, de nieuwe roker wordt hier alweer. Uh, klaargestoomd om ook weer COPD of longkanker of een beroerte of uh, uh, een hartinfarct te krijgen. En ik wil dat daar een eind aan komt.